Het is een hele speciale uitzending. Het is onze Fata Morgana-uitzending. We hebben dat weer teruggebracht in het leven. En dat heeft tot veel enthousiasme geleid. En het was niet alleen bij ons, Fata Morgana, maar ook in de politiek. Want de N-VA had de opdracht gekregen om 1500 christenen uit Syrië hierheen te halen. Zonder dat iemand dat door had. En dat is gelukt. Dus die ster is binnen. Het gaat dus om deze man, Melikan Kutjam, N-VA politicus, die geld zou hebben verdiend aan humanitaire visa die via het kabinet van deze man, Theo Franken, uitgegeven zouden zijn. Normaal gezien loopt zo'n partij na zo'n nieuws natuurlijk imago-schade om. Maar misschien is het goed om nu eens een week na dato te kijken hoe zo'n verwerkingsproces gaat binnen de N-VA. Vorige week, na de Kwano-reportage, was er eerst nog ongeloof. Ja, ik ben gechoqueerd. Ik ben ontdaan. Dan is dat. Ja, dan is dat. Ik ben gechoqueerd, ja. Ja. Al dus de man die qua kleding en baardgroei steeds meer richting dokwerken gaat. Maar er is dus eerst wat ongeloof. En dat is naadloos overgegaan in vaagheid. Want er waren in oktober al geruchten over Kutjam. En toen viel voor de eerste keer die naam ook eind oktober. En toen heb ik ook gezegd aan de betrokkenen van ja, kijk, dan moet je naar de politie gaan. Ik denk niet dat dat waar is. Ik trek dat in twijfel. Ik denk, dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Maar je moet naar de politie gaan, zoals ik dat altijd doe bij geruchten. Oké, dus als je baas zegt, gaan we naar de politie, maar ik geloof het niet. Maar gaan we naar de politie, maar ik vind onzin. Ja, dan ga je natuurlijk niet naar de politie. Maar in december bleven de geruchten aanhouden. En iedereen weet, als je geruchten twee keer hoort, dan zijn ze waar. En in december heb ik dat opnieuw gehoord. En toen dacht ik van oké, je moet naar de politie gaan. En toen is me ook bevestigd, er is ook naar de politie gegaan. Dus moest ik ook zelf niet meer naar de politie gaan. Ik vind wel, als het zo ingewikkeld is, moet je altijd naar de politie gaan. Sowieso. Maar we zijn inmiddels in het N-VA-verwerkingsproces aangeland bij de hoe moet ik dat allemaal weten fase. Kijk, de vraag is ook natuurlijk, hoe goed kennen Theo Franken en Kutjam elkaar? Goed, ze waren namelijk allebei N-VA-lid. Franken heeft ooit een promofilmpje voor Kutjam opgenomen. En ze zijn ook de foto geweest. Afgelopen weekend ging u ook met hem op de foto, bijvoorbeeld op de nieuwjaarsfeuille van N-VA, samen met de duim omhoog. Ja, had u dan niet wat voorzichtiger moeten zijn? Ja, oké, dat deed ik met iedereen die dan een boek koopt en dan een foto. Ja, oké, goed, daar kan je altijd daarna over praktiseren. Ja, als iemand een boek koopt, dan krijgt hij een duimpje. Daar kun je over blijven praktiseren, maar ik vind het eigenlijk een heel helder systeem. Jij koopt het boek van mij en dan krijg jij een duimpje van mij. Kijk, hier, hij heeft het boek gekocht, dus een duimpje. En oké, hier heeft hij blijkbaar ook een boek gekocht. En hier heeft Theo Franken blijkbaar een boek van Kutjam gekocht. En ja, ik snap het, hier hebben ze het boek van elkaar gekocht. Maar het boek is weg en ik weet niet wat hier gebeurt. Oké. Dat is raar, maar ik denk dat Kutjam het boek wat hij van Theo Franken gekocht heeft, verkocht heeft aan zichzelf. En van dat geld heeft hij een nieuw boek van Theo Franken gekocht. Ik ga sowieso naar de politie. We zitten nog steeds in het hoe moet ik dat allemaal weten kamp. En een leuke bijwerking daarvan is dat je opeens ook niet meer de betekenis van woorden kent. U had er blijkbaar in december al over vergaderd. Nee, vergaderd niet. Ik heb toen mijn medewerkster die bezig was met humanitaire visa, heb ik toen ingelicht van kijk, heb je dat eigenlijk, denk je dat? Ben je daarvan op de hoogte? Denk je dat dat zo gelopen is? Heb je daar aanwijzingen? Zou dat zijn dat hij daar geld voor gevraagd heeft? Dit is een vergadering, dokwerker. Maar goed, in het afgelopen weekend is het verwerkingsproces in een stroomversnelling gekomen. Schuld bekennen, spijt betuigen, dat is even overgeslagen. En men is meteen doorgeschakeld naar het verwijt. Het verwijt naar andere politieke partijen die iets over deze kwestie menen te moeten zeggen. Er wordt ook gezegd, mevrouw De Blok die zegt ook aan VTM dat ook zo zou zijn dat voor visa betaald is in Aalst. Hè. Dat heeft ze gezegd tegen Jan de Meulemeester vrijdagmorgen. Ja, want waar komen die geruchten? Is dat waar? Ik heb daar nog nooit iets van gehoord. Kan dat dan ook eens even bewezen worden of daar op zijn minst bewijs van op tafel gelegd worden? Precies. Typisch Open VLD, om zomaar rare verhalen en geruchten de wereld in te helpen. Om andere politici in discrediet te brengen. Dat zou N-VA nooit doen. Althans, dit jaar nog niet. Vorig jaar wel natuurlijk. Ik heb een vicepremier gehad die over de Turnhoutse baan heeft gewandeld. Die is dan in een winkel binnengegaan. Die eigendom is van iemand die veroordeeld is voor wapenhandel, mensenhandel en drugshandel. En presteert het daarom te zeggen, het is hier toch helemaal niet slecht. Wat is de relevantie om te zeggen, u bent de winkel binnengegaan. U had moeten weten dat de eigenaar of de uitbater een drugsverleden heeft. Precies. En dan, het verwerkingsproces eindigt
Dit keer in Borstklopperij. Over hoe geweldig het wel niet is wat de N-VA eigenlijk gedaan heeft. Is dit nu het schandaal van de eeuw? Dat er bij Visa eventueel inderdaad zou afgeperst zijn? Ik denk dat het belangrijkste is dat we heel veel humanitaire operaties hebben gedaan. Dat we 1500 christenen hebben gered uit de klauwen van IS. Ik denk dat het een bijzaak is bij een heel belangrijke hoofdzaak. Het redden van christenen uit de klauwen van IS. En zo hebben ze binnen een week het beeld gedraaid van de N-VA, de machtspartij, waar mensen zwaar over een morele grens zijn gegaan, naar N-VA, de hulppartij van politici zonder grenzen, die de wereld redden met gevaar voor eigen leven. Een partij met twee gezichten.